Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij weer een nieuwe vlog. Mijn naam, dat is Alta Dylan. Oh. Ja, dat is altijd erin. En ja, vandaag weer vroeger. Yes! Okay, let's go! Het is een weekje geleden, dus ik nog gevlogd heb. Nee, van zaterdag is geleden, maar... Ja. Maar ja, ik ga die vlog sowieso... Ik ga deze vlog sowieso pas... Na de Uncharted video. Dus... Als jullie de Uncharted video van dinsdag hebben gezien, deze vlog erna. Oké. Okay. Dus ja, eindelijk weer een vlogje. En ja, we hebben dus al meer en meer veranderingen gedaan aan mijn setup. En ja, ik zal het dus laten zien. En zoals ik aan het begin van de vlog zeg, stay hydrated, kids. Stay hydrated. Ah, lekker. We gaan mijn setup dus een beetje overlopen. Hier is nog altijd mijn PlayStation 4. Mijn scherm heb ik een klein beetje aangepast in de breedte. Mijn lampen staan nog altijd. Maar mijn setup is een beetje opgeruimd. En ja, gisteren is mijn oma langs geweest en ik heb hem opgeruimd van ervoor. En ja, daar staat nog een tas. En ja, mijn fles die nog moet wegdoen. Even kijken, maar ja. Hier zit nog altijd de deur, ja. Maar de grootste verandering is van wel gezien deze tv. De tv staat hier nu een beetje te chillen. En ja, dat is de hanger voor die tv. Die komt er elkaar weer naast voor mijn t-shirts. Maar dat is de hanger van mijn tv. Dat mijn tv groter is. En het zwaarder is. Nog altijd eerst mijn fles en mijn box en zo. Ik zou het eigenlijk terug een beetje moeten opruimen, maar ja. Dus eigenlijk het grootste in mijn setup is... Het grootste verandering in mijn setup is eigenlijk in tv. De rest is niks veranderd in mijn setup. Alleen een beetje cleaner, maar ja. Maar ja. Oh. Eigenlijk weer een vloggie. En ja, we zullen wel zien hoe of dat die vlog het haalt. En ja. En ik heb juist geluncht. Het is 12 uur en 4. Ik heb juist geluncht en ja, eigenlijk het was wel lekker. Ik heb boterhammen gegeten met haringhapjes in curry. En daarna nog boterham choco en... Nice. Ja. En... Na deze namiddag ga ik eigenlijk niet te veel doen, ik ga een beetje editen denk ik. Dus ik ga deze vlog sowieso tot de dag erna doen, dus ja. Het wordt een 2 dagen vlog vandaag en ja, wat vandaag niet echt spannend is wat ik ga doen, ga ik sowieso de vlog rekken naar 2 dagen. Als aan mij vragen, welke is je favoriete soep, welke favoriete soep dat ik heb? Is pumpkin! Ja, eigenlijk wel een lekkere soep, dus nou, zeker in de tijd met Halloween en ja, bij Halloween moet de soep vooral veel eten. En ja, vandaag heb ik eigenlijk niet veel meer gedaan. Ik had er een beetje TikToks opgenomen, TikTok gekeken, een beetje FIFA gespeeld en YouTube gekeken en we hebben de rest eigenlijk niet veel mee gedaan. Why are you gay? En ja. Ja, natuurlijk dat juist ook wifi lampen ingesteld en ja. Maar ja, ik weet niet hoe of wat. Hoe of wat ik kan sowieso morgen nog verder vloggen. Dat er een 2 dagen vlog is dat die ik weet niet wanneer online komt.
Dat was vlog 55, dus dit is nu eigenlijk vlog 55, al aanwezig zijn. En ja, morgen komt erop. Die muur hier langs mij. Waarschijnlijk die hanger met een tv te staan. Zullen we wel zien hoe of wat we het gaan doen. Want die tv, daar moet weg. En ja. Maar ja. This wraps up the day of me. En ja, ik heb eigenlijk niet veel gedaan vandaag. En ja. Hey. Have a good night. En no. Goeiemorgen! Dames en heren. Ja man. Eindelijk vrijdag. En ja. Ik heb juist. Gegeten en ja. Ja, lekker. En ja, ik ben al eventjes wakker. Maar ik dacht nog te vloggen, maar ik dacht in mijn bed te vloggen, maar ik zeg, ik kan het ook niet doen. Ik ben een privé. En ja, ik ga dit stukje. Ik heb al geëdit gisteren. En nu ga ik vandaag ook nog editen. En, ja. Maar ik ga niet te veel meer filmen vandaag, want ja. Ik moet nog van alles doen en ik kan dat niet allemaal filmen, dus ja, ik heb net mijn pc aangezet en ja. Yeah. En nu ben ik dus onderweg naar de Aldi wereld. En ja, vandaag ga ik ook nog eens gaan trainen op het veld, normaal gezien. Nice. Als dat gaat, als het veld open is, ga ik gaan trainen, ga ik een paar shots maken dat ik in de vorige vlog dacht te doen. Maar die gaan komen, dus wat ga je dan nu doen? En ja, ik kan dus nu naar de Aldi en dan ga ik proberen te trainen, denk ik. En ja. Ik ben nu onderweg naar het veld om te gaan trainen. En ja, let's go. Eerste training van deze week. En ja, zondag nog een training, want ik ben op de club. Dus ja, eerste training van de week. En ja. Oké, boys and girls, ik ben al terug van het veld. Ik wou beelden schieten. Vandaag had ik gepland om beelden te schieten. Maar ineens begon het daar te regenen. Jullie zien het aan mijn haar. Een beetje nat. Maar ineens begon het daar te regenen. En dus zei ik van, ik moet hier afstappen, want het begon erger dan erger. In het begin was het echt zo druppel. En dan weer niks. En dan weer wel iets. En dan weer niks. Je kent het wel. En dan ineens begon het dan weer heel hevig. Zeg, ik moet hier gaan vertrekken, want ik ga niet meer kunnen filmen. En ja. En nu heb ik op mijn weer-app gekeken en nu staat het zeker tot 6 uur regen. Dus ja, daar gaat mijn plan van te filmen tijdens mijn training. Maar ik heb morgen nog een dag, hè. Dus ja, een dag of morgen. Morgen ga ik waarschijnlijk wel filmen. Dus ja, stay tuned. You know the rules, and so do I. Say goodbye. En nu wil ik deze vlog afsluiten. Ik ben net gedoucht en ik wil deze vlog afsluiten. Bedankt om te kijken naar deze vlog. Mijn naam, dat is altijd Dylan. Tot de volgende video, ben ik je boy altijd Dylan. Joejoe. Like, abonneer, reageer. Dan zie ik jullie guys in de volgende video. Joejoe.